Het is een plezier om nieuwe informatie rechtstreeks van ons dierbare team te brengen. Zoals iedereen weet, blijft Feyenoord in het middelpunt van de belangstelling staan in de mondiale voetbalwereld. Oh, en vergeet niet te kijken of je al geabonneerd bent op ons kanaal. Laten we het eerst hebben over Marcus Pedersen. Het lijkt erop dat we bijna definitief afscheid nemen van Noorwegen. Feyenoord verhuurt Marcus aan het Italiaanse Sassuolo, met een verplichte koopoptie voor 7 miljoen euro. Maar hey mensen, deze optie komt met een aantal vaste regels. Als hij minstens 20 minuten speelt in minstens 45 wedstrijden en Sassuolo zakt niet naar een lagere divisie, wordt de lening een must-buy met een bonus van 1 miljoen euro. Pedersen maakte het verschil in 88 wedstrijden voor Feyenoord, waaronder dat winnende doelpunt tegen AZ vorig seizoen. Coach Arne Slot heeft al zijn rechtsbacks en blijkbaar was er geen plaats voor Onze Noor. Laten we hopen dat hij daar schittert en wie weet misschien nog een titel mee naar huis neemt. Nu op naar het tweede deel van het verhaal. Onze club sloeg een verleidelijk bod van 15 miljoen Euro op Mats Wiever af. Dat klopt, jongens, 15 miljoen. Het lijkt erop dat Feyenoord op de been is en laat zien dat ze hun talenten in de selectie willen houden en niet aan transfers denken deze zomer. Dit laat ons vol intrigerende vragen achter. Is Wiever een belangrijk onderdeel van de plannen voor volgend seizoen? Gaan we voor nieuwe uitdagingen en toekomstige titels? En wat betekent deze weigering voor de speler zelf? We hebben een belangrijke boodschap. Feyenoord speelt zijn kaarten op de transfermarkt. Is het bijna zekere vertrek van Pedersen een schot in de roos voor het team en de afwijsing? van het miljonairsbot door Wiever. Wat vind je ervan? Laat je mening achter in de comments en laat die like natuurlijk achter om ons Feyenoord te versterken. Samen tot het einde. Dat hebben we voor vandaag, cheerleaders. Stay tuned voor meer nieuws en zoals altijd, Feyenoord. Bedankt.